Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van woensdag 27 november van Weerplaza. Een groot lage drukgebied bepaalt voorlopig het weer in onze omgeving. Het levert veel bewolking op en vanochtend regent het vooral in de noordelijke provincies. In het zuiden is het vaker droog, maar later vanmiddag gaat het vanuit het zuiden opnieuw regenen. De temperatuur schommelt vandaag tussen de 9 en de 11 graden. Daarbij waait een stevige wind vanuit het zuiden, windkracht 4 boven land, windkracht 6 langs de kust. Vanavond is het nog grijs en nat bij een temperatuur van 9 of 10 graden. En ook waait de wind nog fors door. Langs de kust kan het hard waaien, windkracht 7. Morgen is het ook een groot deel van de dag grijs en regenachtig. Pas later op de dag klaart het vanuit het noorden op. Het is opnieuw vrij zacht met 10 graden, maar waait het nog wel stevig vanuit het zuidwesten. Vanaf vrijdag ziet het er beter uit. Vrijdag kan er slechts nog een enkele bui vallen. De zon schijnt ook nu en dan. Het wordt dan 8 graden. In het weekend blijft het nagenoeg droog en gaat de temperatuur naar beneden. Op zondag wordt het hoger uit 5 graden. En in de nacht is kans op lichte vorst. Mijn naam is Diana Woei van Weerplaza.